zo vroeg, echt. Dat ik echt denk, wat hebben we ons in ons hoofd gehaald om dit te doen, om dit tijdstip. Het is een roze buurt hier. Kijk. Wat zie je? Nou, dat is wel mooi. Wij zijn weer onderweg naar huis. En hoe vonden jullie, dames? Leuk. Dat was wel leuk. Ze wilden alle twee niet echt met liefde wet uit, maar ze zijn toch wel allebei blij dat we nu gegaan zijn, volgens mij. Maar ik heb het niet. I'm a creature of the night. Goedemorgen, het is zondag. Het is zo vroeg, echt. Dat ik echt denk, wat hebben we ons in ons hoofd gehaald om dit te doen, om dit tijdstip. Ik kan me gewoon letterlijk niet heugen dat ik zo vroeg mijn bed uit ben geweest. Zelfs niet voor vakantie gaan, volgens mij. Nee, dat is niet waar. Maar dan was het in de nacht, dat voelt anders. Oh. Maar goed, Stella is ook wakker, die is zich aan het aankleden boven. Denise appte al, die had Lola er nu uit. En ja, ik ga me nu snel klaarmaken, moet ook nog wat spullen pakken. En ik vertel zo in de auto wel wat we gaan doen. We zitten in de auto en ik ben met Denise, die je waarschijnlijk niet ziet. Denise, Lola en ik. Ja, Lola en Sarah. En ik had nog niet verteld wat we gaan doen. We gaan naar Zeeland. We gaan naar Zeeland, naar Goes. En wat gaan we doen? Wil je dat ook vertellen? Met water lopen. Boosters plukken. Boosters plukken. Ja, wat meer? Jij had het allemaal uitgezocht. Kokkels. En krikkels. Of zo, aankruiken. En dat is dus heel vroeg. Zo, te vroeg. Ik zei het net al, toen ik de vlog opende. Ik zeg, ik kan me gewoon niet herinneren wanneer ik zo vroeg uit mijn bed ben gegaan. Ja, voor vakantie is iets leuks. Ah nee, jij gaat echt geweldig koken met dit allemaal. Ja, dat hoop ik. Ja, dat komt goed. Jij bent de kok. Maar ik vind het toch ergens wel leuk zo vroeg opstaan. Omdat ik het nooit doe. Het voelt als een avontuur. Ja, het is wel een avontuur. Ja, en... Zijn we lekker genoeg als ook. Avontuur. Ja, maar ik ben echt goed wakker. Normaal als mijn wekker gaat, later, een heel stuk later, dan word ik niet heel erg wakker of zo. En nu had ik echt zoiets, hé, dit moet eruit. Hey. Dat moet ik niet elke dag gaan doen, dan werkt dat niet meer. Nee, maar voor nu had ik echt zoiets van, hey, dit gaan we doen. Dus dat was wel echt heel grappig. Maar als je op vakantie gaat, word je ook heel wakker. Vroeg. Dus dat nee, wel. Niet altijd. Oh, als ik op vakantie ga, dan zeg ik ook, vakantie. Dus, maar dan ga ik meestal niet slapen. Heb ik zitten slapen in het vliegtuig, want als ik dan 2 uur er weer uit moet, ja, ik ga het liefst 1 uur naar bed. Ja, ik kan dus niet slapen in het vliegtuig. Nee. Dat, nee. Dus nee, dat... Ik zet wel de licht uit. Is goed, schat. Dat mag sowieso. Maar goed, we moeten nu nog 3 kwartier rijden. En we krijgen als het goed is dan ook een beetje de zonsopgang. Moeten we gaan halen als het goed is. Ik ben benieuwd of zo. Het is een roze buurt hier. Maar waar de navigatie ons brengt. Kijk dan. Maar we hadden zoiets als we eerst... Ja, hey, we zitten wel goed, hè, gelijk. We hadden zoiets als we eerst even het dijkje overlopen. Kijken of we inderdaad zijn waar we moeten zijn. Dus hier gaat het gebeuren. Kijk. Zo mooi. Ja, je mag wel al met iemand naar beneden. Niet alleen. Sarah. Je mag niet het water betreden zonder ons. Ja. Oké. Ga je schoonspoelen, Sarah.
maar deze is schoon. Ja, en als je echt oesters voor in de niezen, de emmertje, die moeten echt helemaal dicht zijn sowieso nog. Maar dan kan je altijd aan de niezen even vragen voor je het indoet. Ja, ik kan ze even... Waar zie je het dichter? Bij de stenen ook. En bij de stenen vooral. Dit zijn wormen. Ja. Ik ga schoonmaken. Dat is goed, schat. Je ziet hier trouwens, ligt er wel echt heel veel, hè? Ik ben nu al die kruiken aan het verzamelen. Welke zijn dat? Die zwarte. Ja, ik weet niet hoe ze de... Oh, die... Daar liggen er heel veel trouwens. Daar rechts naast je hand. Deze. Ik zie heel veel van die aliekruiken. Deze toch? Ja. En hoe zie je wat goed is en wat niet? Of dat bekijk je thuis? Ik thuis ben. Maar zit er een dakje voor. Ja. Ja, jij weet dat allemaal weer. Ik niet. Zo, niet te diep zomaar in je eentje alsjeblieft. Kijk. Wat zie je? Nou, dat is wel mooi. Pak het maar. Kan je het afspoelen? Wat help je? Oh. Doe het maar mooi afspoelen. Is die leeg of zit er wat in nog? Nee, er zit niks in. Doe je hem afspoelen? Lola, die is wel heel mooi. Zo, Lola is een oester aan het losmaken. Zie je dat? Ja. Kijk of dat lukt. Gaat nog lastig, hè? Mm-hmm. Het is wel cool. Niet bij deze. Nee, ja. Oké. Okay. Ja. Ja! Hé, hey, goed zo. Wij zijn weer onderweg naar huis. En hoe vonden jullie, dames? Leuk. Het was wel leuk. Ze wilden alle twee niet echt met liefde een bed uit. Maar ze zijn toch wel allebei blij dat we nu gegaan zijn, volgens mij. Toch? Mama, waarom doen we elke keer alles met Denise en Lola? Elke keer alles met Denise en Lola. Dit dat is echt... leuk te zijn. Maar het is ook echt de eerste keer in weet ik hoe lang dat we zo met z'n vieren weg zijn gegaan. Dus ja, het is best wel waar ze dat vandaan maar had. Weet je wat we ook nog kunnen doen met z'n allen? Nou? Lola en ik gaan skaten en jullie dan steeds aan ons toe komen lopen. En dan oh, weer wandelen met skaten als vorige keer? Ja! Nou, dat bedoelde ze, vertelde het iets. Ja, dat kan. Kan vind je dat ook leuk? Ik heb vandaag. Moeten we even kijken. Heb je hebt school nog. En dan moeten we even kijken of dat haalbaar is nog vannacht. Het is wel echt heel lekker weer. Het is echt lekker weer. Ja, ziet de schoenen kwijt. Ja. Lekker gerelaxed. In de auto nu? Ja. Het is wel beter dan heel de tijd op je telefoon en naar de tv kijken. Zo'n dag. Oh. Hi. Yeah. It's a wild ride. Ja. We gaan beneden. Maar ik wil niet meer. Oh, je gaat vaak langs mijn droomhuis. Maar... Oh, die is ik verkocht. Oh, dat is echt kalk. We gaan lekker lunchen bij de Mac. Je kan echt weer reden lang. Nee, volgens mij niet. Ik heb het met een opgeladen hoor. Ja, kijk. Ik zie iemand. Ja, maar dat kan ook personeel zijn, Sarah. Nee, ja, ik zag... ook personeel. Hey, maar weten jullie nu wat jullie willen? Ja. Ze hebben de appelgebakjes weer. Oh, die zijn zo lekker. Oh, die wil ik. Die wil ik. Die moet ik. Tijdelijk, hè. Die hebben ze nooit. Ik wel. Dus we hebben echt? Ja, ik weet niet. Jullie allebei een Happy Meal. Ja, maar daar heb je keuzes nog in. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Kan ik een bestelling opnemen? Twee Happy Meal? Ja. Twee Happy Meal? Ja, sorry, twee Happy Meals? Twee Happy Meals? Ja. Wat mag er in de Happy Meal? Eentje met kip nuggets? Ja. En andere patat? Ook. Patat zit er sowieso bij en ja, drinken? Ze hebben ook kip nuggets, allebei met kip allebei nuggets. Allebei kip nuggets? Ja, allebei frietso. Mayonaise? Ik wil alleen ketchup. Ja, wortel of appel? Nee. Wortel of appel? Ja. We hadden nog geen antwoord gegeven op de saus. Ja, één met ketchup, één met frietsaus. Dus twee kipnuggets, één met ketchup, één met frietsaus. Appel of wortel, even snel? Appel. Lola? Appel. Twee keer appel. En wat voor drankje? Drank? Ik wil een chocolademilkshake klein. Mag ik cola? Een cola en een kleine chocolademilkshake? Ja. Schijnbaar wel. Mini apple pies. 4 of 8? 8? Ja. 6 kip nuggets. 6 kip nuggets. Een medium patat. Saus? Zoetzuur. Zoetzuur? Ja. Een medium patat. Medium patat. Met frietsaus. Nee. Nee. En jij? Ja. En een kort pounder, alsjeblieft. Dat was hem. Ja. Mag je doorrijden naar het Usteraam? Yay! Oh,
Dit is zo lekker en dat hebben ze niet altijd. Oh, ruik je het al? Je ruikt die warme zoete appel. Oh, jij wil er ook een proeven, zeker? Dit is zo lekker. Ik heb eindelijk thee. Ik ben blij. Ik had mijn thee vanochtend gemist, maar we moesten zo'n stuk rijden. Toen dacht ik, dat is niet echt handig als ik aan de thee ga. Het was trouwens wel echt een succes. Dus dat was echt heel erg leuk. En Denise heeft alles nu mee naar huis. Die gaat even sorteren wat eetbaar is en welke schelpen we voor het mooie hebben verzameld. Want die was er toch al mee bezig, dus die zoekt het allemaal uit. En ik ben moe. Echt, ik kon gisteren natuurlijk niet echt slapen. En toen vroeg het eruit, wat op zich wel heel goed ging. Maar nu heeft mijn lichaam echt zoiets bent het er niet mee eens. Maar ja, dan kan ik zeggen, ik ga vroeg naar bed vanavond. Maar dan ben ik toch niet meer moe. Ja, maar dan ben ik ook nooit moe, dat weet je. Dan ben ik klaar wakker altijd. Als het bedtijd is, dan ben ik altijd mijn wakkers. Jij niet. Jij, zakt altijd weg. Maar ik heb dat niet. I'm a creature of the night. We hebben net gegeten. En ze is de laatste dingetjes van haar aan het opruimen. En dan ga ik mijn kleine spruitje naar bed brengen. Je glas daar. Kijk, ik heb... Ja? Ja, ik heb... Ja, je had een toetje in een glas gemaakt. Ja. Dan zet je hem even in de vaatwasser. Ja, ik wil je mijn minions laten. Oh, dus jij hebt dus allemaal minions van de McDonald's. Want ze had er zelf twee. En, nee joh, dat is goed zo. En Lola die had ook een Happy Meal. Dus zij heeft alle poppetjes gekregen. Waarom zo dat morgen de homeschool weer begint. Echt, ik had echt zo'n vakantiegevoel door vandaag. Dat ik echt wel lekker in wil blijven. Trouwens, heel de dag deze trui aan. Want ik denk, die is heel lekker warm met wat we gaan doen. Maar het was eigenlijk helemaal niet super koud. Het was best lekker weer. Maar goed, ik heb echt geen zin om het te gaan omkleden. Ik had de reservekleding bij me. Ook voor Sarah. Ik denk als ze heel vies worden. Maar eigenlijk, ja, Sarah de jas was een beetje vies. Die zit ook in de was. Maar verder waren we eigenlijk helemaal niet vies. Wij gaan beginnen aan het laatste seizoen Penosa. We zouden 1 aflevering Penosa kijken, maar dat werden er 3. Dus het is uiteraard weer eens te laat. Ik ga wel weer alles klaarleggen voor Sarah vanmorgen, want dat werkt tot nu toe best wel goed aan het weer. Op een of andere manier is het dan omdat het te licht echt van nou, ik ga dit doen. Ik heb het ook gewoon vrijdag gewoon niet eens uit de tas gehad. Ik ging weg. Schoolweek is over, klaar, we gaan het niet meer doen, we kijken er niet meer naar. Dus, als de familie helemaal klaar, dan kan ze beginnen, inclusief de rooster. En zie ik morgen ook bellen met de juffen. Dit ligt klaar. En wat wilde ik zeggen? Oh ja, de ontbijtdingetjes, die zet ik ook altijd even klaar. Dan heeft zij wel een frisse start altijd. Een makkelijke start. Ik wil trouwens die plastic bakjes weg, want ik vind dat ze eigenlijk ook... Sarah pakt meestal, als ze zelf dingen pakt, toch al, zeg maar, het volwassen servies. Dus, ja, het wordt tijd om die plastic dingen eigenlijk allemaal weg te gaan doen. Maar goed, ik doe even de laatste dingetjes. Nog even aan kant. Voor Sarah staat in ieder geval alles klaar nu. De kamer is aan kant. Ik moet trouwens alleen de vaatwasser nog aanzetten. Dat zou ik bijna vergeten. Maar ik ga lekker mijn bedje in. En ik heb het uiteraard toch weer te laat gemaakt. Terwijl ik echt zoiets had. Nou, ik zal zo moe zijn. Ik ga op tijd naar bed. Niet dus. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.